De Pussycat Dolls, een dansrevuegroep uit Los Angeles. In wisselende samenstelling trekt de groep nogal wat media-aandacht met haar optredens in lingerie en ouderwetse pin-up kostuums. De meiden verschijnen in tijdschriften, televisiespecials en films. En vele sterren treden met ze op, zoals Britney Spears, Pamela Anderson en Christina Aguilera. In 2005 komt de eerste plaat uit, Don't Ya, en het wordt direct een wereldhit. Ze verkopen zelfs zoveel albums dat de plaat 2 maanden geleden platina is geworden. Voor Rafaella is het inmiddels ongepast om publiekelijk in lingerie te verschijnen, ook al is het de keus van de kijker. Dus ze brengt de gekuiste versie van Don't Ya. Hier is Rafaella. Normaal zie je de crew hier van die mannen, zie je ook soms zo rondlopen, maar nu stond iedereen zo. Alleen maar zo te kijken, verder helemaal niks. Ik ga eens even naar Journey, wat vond je ervan? Het is hetgeen waar we de uitzending mee begonnen, de vraag waar maken ze de meeste indruk mee. Toen heb ik gezegd, een bühnebeest, een entertainer en dat ben je in hart en nieren, ik doe er niets aan af. Erik. Ja, ik zat te kijken en te luisteren. Ik dacht, dat kan gewoon niet meer. Zo goed is dit. Het is zo goed gedaan. Het zit zo goed in elkaar. Zo goed met die dansers. Ja, geweldig. Kan niet anders zeggen. Steengoed. Dat is toch even lekker, hè? Super. Hoe was het nou om zo onthaald te worden op je oude school? Ah, het is echt heel raar. Maar ik kwam er aan. Ik wist echt van niks. En het was gewoon heel speciaal. Want ik wist echt niet. En ik had... Daar dacht ik ook niet bij na, dat het bij hun ook net zo leefde als dat het bij mij zo erg leefde. En ik kwam eraan, ik zag al de kinderen, ik werd gewoon nerveus. Ik stond er echt zo, hier een handtekening en daar een handtekening. Dat was gewoon echt heel gaaf, ja.